Ja, ik moet u toch om te beginnen even dit laten zien. Want zo heb ik mij, zoals deze meneer, zo heb ik mij de afgelopen weken gevoeld. Dit is een Japanse documentaire. Staat dus, zoals u ziet op internet, YouTube, de Japanse levensles. Schitterende film over deze hele bijzondere leraar die met zijn klas een sprong heeft gemaakt naar een volgend stadium. En die kinderen zijn dolblij dat hij met hun meegegaan is. En er zitten een paar hele mooie fragmenten in. Ze moeten een brief schrijven elke dag waarin ze, een soort dagboekachtige brief. En dat begint dan met een jongetje die een paar dagen voor school geweest is en zijn oma is overleden. En dan komen er onwaarschijnlijk veel emoties bij al die kinderen los, want iedereen heeft zijn eigen oma en zelfs heeft een kind een vader die is overleden. En de groep is in tranen. Het is niet hartverscheurend. Je denkt, Japan, het is allemaal op het randje van straks gaat er nog iemand de hand aan zichzelf slaan, maar dat loopt goed af. En dan komt er ook een moment waarop het over pesten gaat. En dat is ook fenomenaal, want die kinderen die vinden het allemaal verschrikkelijk, dat pesten. En hoe kun je het doen? En dan opeens dan slaat hij om en dan zegt hij, ja, maar goed, het gebeurt hier toch in deze klas. En wie van jullie doet dat? En opeens wordt hij streng. En die kinderen die, en dan het grappige van daar is dat opeens dan ook al die kinderen allemaal beginnen over dat ze wel eens gepest hebben. En dat ze eigenlijk heel slecht zijn en dat ze daar verschrikkelijk spijt van hebben. Dit statige gebouw, waar ook met sierlijke letters op staat, de school met de Bijbel, daar is mijn schooltijd begonnen. Dit moet de hele school geweest zijn. Nooit honger gekend. Geen dorst gehad. Niet beperkt door mijn opvoeding, niet vervormd door het onderwijs, nooit voor een baas hoeven werken, nooit in een oorlog hoeven vechten, geen geldzorgen gekend, me niet hoeven afvragen waar slaap ik vannacht, nooit van iets of iemand geweest, 46 jaar bij dezelfde vrouw, wij zijn elkaars bevrijders, niet elkaars bewakers. Ik heb me altijd onafhankelijk kunnen voelen. Een wonderlijk bevoorrecht bestaan met één nadeel. Ik heb makkelijk praten. De psycholoog, hè, en dan komen we met haar. Dit is Carol Dweck. Dat is een psycholoog. Zij is verbonden aan de Stanford University. Zij heeft een theorie ontwikkeld over een fixed en een growth mindset. Wat is er aan de hand? Er zijn kinderen die veel kunnen opnemen en er zijn kinderen die minder opnemen. En dat heeft op de een of andere manier niets met intelligentie te maken. Wat heeft zij nou bedacht, ontdekt? Dat niet kunnen opnemen van de leerstof te maken heeft met een zogenaamde fixed mindset. Fixed mindset betekent dat je een enorme faalangst hebt en daardoor genoegen neemt met wat je aan kan. En denkt van, er hoeft niks meer bij. En er zijn dus ook kinderen, mensen met een growth mindset. En die stellen zich open. Die vinden het helemaal niet erg om te falen. Die denken, daar leer ik van en daar word ik beter van. Kennis is het probleem niet. Meer dan ooit is alles wat er aan kennis verzameld en bedacht en verzonnen is en aanwezig is voor mensen beschikbaar. Het is fenomenaal. Ik had deze afgelopen maanden hier met een mond vol tanden gestaan als ik niet dat goddelijke internet tot mijn beschikking had. Drie begrippen die het kind ontvankelijk maken, het leven te willen leven in zijn volheid, die het mogelijk maken in ieder stadium van zijn leven zich te heroriënteren, of zoals we dat vandaag noemen, te resetten. Mijn drie begrippen zijn vertrouwen, discipline en concentraties. Dit is een formule die iedere schijnbare tegenstelling tussen mensen oplost.
Dit moet als de kinderen door hun ouders huilend de school binnengebracht worden. Al, ja, vroeger stond het op het bord, maar dat moet nu op de, je hebt zo'n scherm, het digibord staan. Ik is gelijk, de ander is gelijk ik. En je zet twee peuters naast elkaar en je vraagt aan de ene peuter: als jij het over jezelf hebt, wat zeg je dan? Ik. En dan ga je naar degene naast. En als jij het over jezelf hebt, wat zeg... Niet zo streng als ik natuurlijk, maar ik ben geen pedagoog, laat dat duidelijk zijn. Als jij het over jezelf hebt, wat zeg jij dan? Ik. Nou, jullie zeggen allebei ik. En toch zijn jullie verschillend. Dit is dan die eerste schrik waar die kleintjes overheen moeten. Want die denken bij zichzelf, hé, dat kan niet. Hij is ik en ik ben ik. Dat is een paradox. En dan zeg je, wie is hij? En dan zegt die ene, dat is de ander. En dan vraag je aan de ander, en wie is hij? En dan zegt zij, dat is de ander. Dat is ook hetzelfde. Ze zijn allebei ik en ze zijn allebei de ander. Dus ik is gelijk, de ander is gelijk. Ja, u denkt, ik weet het nou wel, maar we hebben het nu over peuters. Hè? Dus... En het gaat bij het onderwijs in de allereerste plaats om de herhaling. In het repeteren, daarin zit de uiteindelijke vooruitgang. Dus het eerste jaar van de basisschool gaat alleen maar over deze. Ik is gelijk de ander tot dat besef tot in het diepst tot ze doordringt. En als dit er lekker in zit, en dat moet na een jaar niet alles, misschien dat de jongens nog wat bijlessen nodig hebben. Als dit er lekker in zit, kan die kinderen niks meer gebeuren. Dan hebben ze nooit meer een oordeel over de ander, want dan weten ze dat ze oordelen over zichzelf. En ze zullen nooit meer pesten, want ze weten, als ik de ander pest, pest ik mezelf. Vertrouwen is de vraag beantwoorden, mag ik er zijn? En dan zeggen de mensen altijd, ja, die beginnen dan over zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen zit in vertrouwen. Want zelfvertrouwen, zeg maar, als bij het vertrouwen de ander geen rol speelt, dan noem je dat hoogmoed. Je hebt dus bijvoorbeeld, om hier nog even op door te gaan, de rechten van de mens. Dat is een immer uitdijende lijst van wat een mens allemaal aan recht heeft. Je kan heel simpel dat hele zootje dingen aan de kant schuiven door één zin te zeggen: ieder mens heeft recht op vertrouwen. De gezinssituatie is dus cruciaal om dat vertrouwen op te bouwen. Heeft een kind een bed om te slapen? Kan ze voldoende eten, drinken? Krijgt ze voldoende inzicht in hoe je moet spreken? Krijgt ze een grote woordenschat? Kan het kind een beetje tegen de ouders opkijken? Worden de ouders gerespecteerd? Ze brengen je ter wereld, maar het licht is veel te fel. Ze pakken je bij je lurven en je krijgt meteen een lel. Je hebt het koud, hangt de blaren op je kop, dan knippen ze het lint door, want de moederkoek is op. Je eet, je huilt, je slaapt en je groeit een week of 10, tot je eindelijk de smoelen van die uitslovers gaat zien. Er wordt van je verwacht dat je vrolijk om ze lacht, maar ze zijn helemaal niet geestig en zo lelijk als de nacht. De eerste 9 maanden binnen hield ik het nog wel, maar nu ik er zo lang uit ben, weet ik, dit is de hel. En ze roepen maar dat ze me voor niemand willen ruilen en leveren me willoos over aan de handen van het bezoek. Wat kan ik anders doen dan hele dagen huilen of een fles uitkotsen op een pasgestoomde broek? Wie is die man die mij steeds wakker port? Wie is die vrouw die haar borst in mij leegstort? Waarom moet ik dat schuurpapier weer om? Waarom draait die kleine meid mijn arm steeds uit de kom? Hoe jonger je kunt vertrouwen op je vertrouwen, hoe beter. Hoe onschuldiger je nog bent, des te ontvankelijker je voor vertrouwen bent. Eenmaal verpest door de praktijk van het leven, zal er aan vertrouwen niet zo gek veel meer bijkomen. Je ziet niet opeens iemand van een jaar of 60 die van de ene op de andere dag vol vertrouwen het leven tegemoet gaat. Er is een boek dat heet De Logica van het Gevoel, geschreven door Anton Cornelis. En daar staat: onze geest verandert haar onbewuste logica in een bewustzijn, omdat we door de opvoeding gevormd worden.